Goedemorgen! Je ziet het misschien al aan het licht en aan mijn vrolijke hoofd. Ik ben in Amerika! Ik heb meteen een protein shake in mijn hand. Dit is de kleine, formaat hoofd. We zijn gisteravond aangekomen in Phoenix. Ik ben hier met Laura van H&M en met Amanda, ook een influencer, om de nieuwe studiocollectie te bekijken en allerlei toffe shoots te doen en dat soort dingen. Echt de trip of a lifetime is het. We hebben net allemaal kristallen op onze hotelkamer bezorgd gekregen die bij ons passen en bij de collectie passen. Ik vind het nu al briljant. Amanda en Laura waren heel vroeg wakker en zijn alvast even op pad gegaan. Ik heb wat gewerkt in de ochtend. Gisteren heb ik het droevige nieuws gekregen dat Fred Le Bretonnier failliet is. Ik heb toevallig nu de schoenen aan die ik voor ze heb ontworpen. En ik moet zeggen dat mijn hart echt in 1000 stukjes is gebroken. Ik ben echt de hele nacht wakker geweest en gehuild. En ja, ik wil er niet veel over verder induiken. Dus, ik probeer nu echt even mijn verstand op nul te zetten, er niet over na te denken, want ik wil niet mijn 2 dagen die ik hier met haar neem heb hierdoor laten verpesten en op dit moment kan ik heel weinig doen en ik vond het toch belangrijk om dit heel even te delen, dat het niet altijd een mooi plaatje is en dat er ook gewoon echt shit dingen gebeuren. Dat er ook bij hoort, bij het Insta Live, waar je alleen de mooie dingen ziet. Dus ik vond het toch belangrijk om even te delen, ook omdat jullie vragen stellen hierover op Instagram. Ik ben nu op weg naar een tweedehands kunstwinkel, heel tof. En ja, benieuwd naar een beetje eerste indrukken van Phoenix. We gaan over een uur al weg naar Sedona. En daarna, ja, daar blijven we dan 2 dagen. We hebben nu een pitstop en er zijn dus meiden uit zoveel landen. We zitten net grappen te maken dat het een soort misverkiezing is of zo, maar dan met betere kleren. Hi, I'm Lily. I'm from Canada. Hello. We have to practice our Miss Universe skills. This says it all. Yes. We zitten in de bus. Deze is gewoon plastic, hè? Echt. We hebben ook deze, een pittige, maar niet hetzelfde als onze zwarte. En deze, dit is eigenlijk de echte flesje, maar vind ik minder lekker. Ja. Ik vind eerst deze. Ja. Deze. En dan die mooie. En we hebben ook zuurzoek. Plenst, maar ik ben aangekomen in mijn huis. Het is zo gaaf. Dit is echt te gek. Speciaal een USA koffer met sterren. Eigen open haardje. Dit soort van ingebouwde bed. Nou, dit is echt waanzinnig. Koeienkrukje. Ik heb het nog allemaal niet gezien. Oh my god, het is echt huge. Badkamer. Oh, lekker. Oh, wat heerlijk. Pretty. Eigen balkon. Met dit uitzicht, jongens. Doe even normaal. Tof, Karreleven. Dit achter ons. En jullie zitten in zo'n huisje. What? Goedemorgen. Gisteravond was mijn camera opeens uitgevallen, maar hij is weer back in action. En we hebben nu lekker ontbijt met volume en dit uitzicht. Doe even normaal. We hebben net een geheim briefje gekregen. Wat staat erop? Lees het voor. Iemand kwam het brengen. Het is een heel mysterieus persoon. En er staat: I'm trying to find it too. You should see something. Go to my room, number 130.
Dit is echt een mysterie. Aline en ik zijn allebei van die speurders zijn achtergekomen die heel goed zijn in Facebook stalken en met kleine hints dingen opsporen. Ik loop achter je. Wat zou het zijn? Ja, hobbel jij er lekker achteraan? Ja. We zijn nu in een soort hub waar de collectie hangt en waar we een touch-up krijgen. Ik heb een hele mooie cream eyeshadow al opgedaan die we hebben gekregen. En ik geef jullie meteen even een sneak preview van de collectie. Verliefd op dit lingerie setje ook. Heel veel zebraprint. Ook een geweldig pak met deze broek erin. En een kleurrijk en glam gedeelte. Super tof. Ik heb een make-upje gehad. Heel mooi. Hele subtiele touch-up, maar wel dat nette ogen ermee uitknallen. Goede concealer. Allemaal H&M make-up. Ik was echt wel onder de indruk. Nu krijg ik mijn haar. Deze haarartiest doet dus soort knikjes met de polter. Eén keer zo en dan een knikje zo. En dat maakt het iets nonchalanter allemaal. Heel tof. En dan gaan we shooten. Even wat volume erin aan te gooien. Heel mooi wordt het. I love it. Eindelijk iemand die snapt dat ik het nonchalant wil. Deze glam. Super mooie make-up. Zo naturel. En wat ik zelf ook altijd probeer. Maar dan net even wel 3 punten beter. Zo? Dit lukt mij gewoon niet. Vind ik zo irritant. Zij doet even 2 minuten zo. En dan. En klaar. We doen een jeeptour door de rotsen. En we zien op een shuttlebus Staves staan. En ik weet van Paulien dat dit een mega vette band uit Engeland is. Holy shit, ze staan hier volgens mij gewoon live op te treden. 3 zussen. Paulien moet gek. Crazy. I don't know where you were headed, but I would love to show you something. Fangirl! We hebben net geshoot in de regen. We zijn dus net terug. En nu ben ik me heel snel aan het klaarmaken voor het diner. Yes! Paulien heeft me net geholpen. Ik heb de camera gemaakt. Ik heb de camera gemaakt. Yay. Ik ben echt de grootste tech loser in de wereld. Ik weet in principe gewoon alleen hoe Paint werkt. En hoe ik een tv aan en uitzet. Blijkbaar moest ik mijn kaart formatteren. Hij leek voor mij leeg. Maar hij was niet leeg. En daarom kon ik niks meer opnemen. En dacht ik dat mijn camera stuk was. En dan had ik een totale paniek aanvallen. Ziet je me uit? Ik ben duidelijk in brain dead na deze dag. We hebben ook hard gewerkt. We hebben zo hard gewerkt. Menu. Format. Okay. Ja. We eten nu reuze scallops. Zulke grote scallops. Ik ga nu iets heel spannends proberen. We hebben ons futseld dat Maggie Rogers van het lied Alaska gaat optreden. En ik was er heel zenuwachtig. We want to say one huge final thank you. Oh, take a lantern. Oh my god. What? Zo leuk. We gingen dus alle lantaarns flakkeren. Oh god. En moeten we naar een andere zaal? Jij zit nog even wat taart te eten. Ja, ik zit daar. Ik heb ze gewoon meegenomen. Ik kan niet zonder. Oh my god.
oatmeal, avocado toast, pancakes, een macatje. Doei resort. Nem af en toe zit er bijna op. Ik zit lekker met Lisa. En Amaka. Bij de Shake Shack om even onze trip af te sluiten met een heel lekker burgertje. Going for it! Nooit filmen als iemand eet, hè? Deze dingen zijn zo lekker. Ik ben aangekomen in LA, waar ik op dit moment op Jordi wacht. Hij komt ieder moment aan hier. Ik ben heel benieuwd. Heel leuk om hier te zien. Ik kan nog steeds niet echt geloven dat ik hier ben. Ik moet nog even landen of zo. Ook wel wat zon nodig als ik mezelf zo zie. En slaap. Dingen mee krijgt vanuit Amerika. Dankjewel voor het kijken. Doei!